Een vrachtwagen is op de A15 bij Waddenooyen een lading shampoo verloren. Een groot deel is op de weg en het ondergelegen spoor beland. Dit gebeurde dinsdagochtend. Het ongeval zorgde voor veel oponthoud. Treinen konden tot in de middag niet rijden omdat ook de bovenleiding was geraakt. Daarom zette de NS extra bussen in tussen station Geldermalsen en Tiel. Een groot deel van de ochtend was er ook voor het verkeer flinke overlast. Een gespecialiseerd bedrijf is uren bezig geweest met het opruimen van de ontstaande ravage.